Ik wil eigenlijk meer yoga gaan doen dit jaar. Breda Nu. Traditiegetrouw vond zaterdag 4 januari de nieuwjaarsreceptie plaats in de Grote Kerk. Wat zijn de voornemens van het nieuwe jaar en wat kan de Bredana allemaal verwachten? Wat waren de hoogtepunten voor u? Ik vond de bevrijding van 75 jaar Breda echt een absoluut hoogtepunt voor de stad. Wat we gedaan hebben als stad om de Poolse veteranen te eren, stil te staan bij de vrijheid, het hier in een hele grote markt met elkaar te vieren, dat vond ik een absoluut hoogtepunt van 2019. Ik hoop nog een keer een bootje te mogen kopen en in de singel te leggen. Maar ja, dat kan niet, want er is een wachtrij van 10 jaar. Dus ik hoop dat daar wat aan gedaan wordt. Dat alle bootjes die nu onder water liggen eruit worden gehaald en die plaatsen vrij worden gegeven. Zodat het een beetje doorstroomt en dat ik ook een keer een bootje kan neerleggen en lekker in de singel kan varen. Hebben jullie de goede voornemens voor dit jaar? Stoppen met roken. Stoppen met roken, dus je hebt nog geen sigaret aangeraakt dit jaar? Ja, dat dan weer wel. Vandaag de laatste. Weddenschap en vanaf februari stop ik. Februari, ja. Okay. Ja, super tof jaar. Ik heb heel veel nieuwe mensen ontmoet. Nieuw werk, nieuwe baan. Tof jaar. 20, een nieuw decennium. Wat kan de Bredana dit jaar verwachten? Ja, er staat natuurlijk een hele hoop op stapel. Allerlei dingen die al aangekondigd zijn. Zo gaan we beginnen met een nieuw armoedebeleid. Dus daar gaan we wel een aantal dingen in veranderen. Maar er komt ook een nieuwe mobiliteitsvisie. Dus hoe gaan we nou om met mobiliteit in het komend decennium? Ja, in 2020 zou ik heel graag iets meer tijd met mijn gezin doorbrengen. En in 2020 hoop ik dat een heleboel zaadjes die we geplant hebben hier in het Bredase echt tot bloei gaan komen. 2019 is afgelopen, nieuw jaar 2020. Heb je voornemens nog voor het nieuwe jaar? Ja, ik ga heel veel geld opzij zetten om een wereldreis te gaan maken per zeilboot. De zeilboot is er al, nu nog even het geldpotje. En wanneer wil je dat gaan doen? Heb je al een datum in gedachten? Ja, de bedoeling was eerst 2021, maar waarschijnlijk wordt het 2022. En voor de rest nog goede voornemens? Misschien proberen te stoppen met roken. Ja, maar ja, dat is altijd lastig. Breda is erg in trek. Hoe gaat u, wat kunnen we ontwikkelingen verwachten op dat gebied? Nou, wat heel erg belangrijk is, dat het land ook voldoende wordt ontwikkeld. Voldoende wordt nagedacht, wat zijn de aantrekkelijke wijken van de toekomst. Daarom is het heel erg mooi dat bijvoorbeeld waar het gaat over het stedelijk havenkwartier er plannen liggen. Dat we gelukkig weer steeds meer hijskranen in de stad zien. Dat de plannen er zijn voor in totaal meer dan 6000 woningen in de komende 3 jaar nog bij elkaar te realiseren. En dan gaan we daarna natuurlijk ook door met het verder nadenken over hoe hou je die stad enerzijds groen en aantrekkelijk om te verblijven. Maar anderzijds hoe zorgen we ervoor dat er voldoende woningen zijn met voldoende aantrekkelijke voorzieningen. Zodat op een gegeven moment al die mensen die zo graag met ons in Breda kunnen wonen en willen wonen, ook daadwerkelijk hier in Breda kunnen wonen. Wens ik u een mooi nieuwjaar toe. Ik wens u ook en alle kijkers een mooi 2020 toe. Breda Nu.